Ik ga het hebben over het boek Allemaal willen we de hemel van Els Beerten. Het gaat over een Belgisch gezin in de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk ook na de Tweede Wereldoorlog. Want de oudste zoon van dat gezin heeft iets gedaan in de Tweede Wereldoorlog. En iedereen denkt dat hij een held is, maar eigenlijk is hij dat juist niet. En hij schaamt zich ook een beetje daarvoor, want hij heeft een medaille voor gekregen, die hij dus eigenlijk niet verdient. En op het moment dat degene weet, die ook weet dat hij geen held is, terugkomt in het land. En diegene is daarvoor veroordeeld, voor wat eigenlijk de hoofdpersoon heeft gedaan. Dan heeft de hoofdpersoon een probleem. En hij probeert dat dus op te lossen. En ik kan me goed inleven in de hoofdpersoon, want eigenlijk snap je wel wat hij heeft gedaan en ook waarom hij het heeft gedaan. En daarom is het wel een mooi boek. En het is ook een sympathieke hoofdpersoon. Dus ik kon me heel goed inleven en ik vond het een mooi boek en ik kan het iedereen aanraden.